Hier in het museum in Vlissingen hebben we heel veel mooie objecten. Maar dit is echt iets fantastisch. Moet je kijken, zo'n massieve grote brok. Het is helemaal niet herkenbaar. Wat is het eigenlijk? Het lijkt wel een hoop puin of een soort raar iets, maar het is een spijkervat. Het is een van mijn favoriete objecten. Het is bijna niet meer herkenbaar. Het is van een oud schip, een VOC-schip, wat eeuwenlang op de zeebodem heeft gelegen. En het is onderdeel van een hele grote collectie hier in het museum in Vlissingen, van onderwaterarcheologie. Dat zijn eigenlijk objecten van schepen die men op de bodem van de zee vindt, vooral VOC-schepen, die naar boven worden gehaald en die vertellen over het leven aan boord. Een spijkervat vol met spijkers. De schepen waren van hout, ze moesten natuurlijk veel vertimmeren. Maar kijk toch eens hoe massief, en de schelpjes liggen er nog op. Je kunt zien dat het heel lang op de zeebodem heeft gelegen. Het is eigenlijk net hier in deze ruimte alsof je gaat duiken en op de zeebodem bent op zoek naar prachtige, bijzondere objecten van VOC-schepen. Eeuwen en eeuwen geleden. Dat is allemaal hier te zien in het museum. Een hele bijzondere collectie in Zeeland van onderwaterarcheologie, van oude VOC-schepen.